Als volleerde coureurs gingen ze van start, de jeugdige deelnemers aan de nationale Skelterrace in Ermelo. De inhoud van hun motortjes mocht daar maar 50 cc zijn, rijders noch supporters hadden de indruk dat het langzaam ging. Cox uit Haarlem met nummer 8 reed van de eerste ronde af een sterke race, dicht op de hielen gezeten door Jan Jacobs uit Zandvoort met nummer 13. Maar tot ieders verbazing kwam daar plotseling nummer 6 uit de bocht naar voren schieten, met aan het stuur de jeugdige Boeschoten uit Doorn. Boeschoten ging als eerste over de eindstreep en werd dientengevolge met lauweren omhangen. Rennen jongens en... weg! Dat was de start van de 200cc, die van begin af een spannende strijd te zien gaf. Spaai uit Zwolle met nummer 51 maakte hun beste kans de overwinning in de wacht te slepen, want hij reed alsof Stirling Moss hem op de hielen zat. De enige die nog een bedreiging voor hem vormde was Beusek uit Almen met nummer 60. Bij het ingaan van de laatste ronde bleek nummer 51 echter nog niets van zijn goede positie te hebben prijsgegeven. Spaai werd onbetwist eerste en wat dat betekende, tja, daar heeft hij zelf waarschijnlijk ook geen flauw vermoeden van gehad.